een prachtige woorden in talrijke komst op deze tweede lezing van Vos Antwerpen van dit jaar. We hebben voor vanavond gekozen voor een lezing te organiseren met Johan van Oldenveld. Hij is professor in toegepaste economische wetenschappen, maar ook hoofdredacteur van Knak en Trends en heeft ook zo'n auteur van het onderwerp van zo'n boek. Dus hij komt vandaag spreken over de Chicago School, meer bepaald over haar geschiedenis en over haar huidige relevantie in deze economische tijden. Voor het begin ga ik even kort schetsen deze avond, dan eerst luisteren naar de voorrecht. We gaan een korte pauze inlassen van zo'n 5 minuutjes. Zodat iedereen kan bijvullen. En daarna volgt een korte vraag over. Dus wie heeft dan ook graag het woord aan de Nederlandschap? Dank u. Ik hoop dat mijn stem ver genoeg gaat. Ik zou niet gooien met iemand, maar geen vraag dat het een probleem is. Als het basis van de islam dat nodig komt en gaat, dan is de Chicago School puur nodig. In de jaren 60 van de vorige eeuw was het bon ton om Chicago School te nemen te halen. In het midden van de jaren 70 was dat eigenlijk. Dan hebben we zo eigenlijk vanaf het midden van de jaren 70 tot eind jaren 80. Waarin eigenlijk de Chicago School van de Boeken een beetje acceptabel was in de betere figuur. En dan hebben we eigenlijk vanaf de jaren 90, een volledige omslag natuurlijk, waar het eigenlijk evident was om, voor zeker in de lijst, om eigenlijk een grote onderdelen van de Chicago School te starten. Dat is dan. Met de financiële toekomst, zeven jongeren, allemaal van nabij hebben gezien, doorgevoerd, volgroeien, als ik het zo moet zeggen, is dat weer omgeslagen en is het weer bon ton om met iemand als Paul Krugman voorop te stellen dat Chicago is oud, Chicago is dead en Chicago will be dead forever. Nu, ik heb zelf. Het fenomeen van economie aan de University of Chicago van nabij bestudeerd. En eigenlijk op instigatie van 2 professoren van de Universiteit van Antwerpen. Eén is al emeritus, de andere denk ik binnenkort. Voor sommigen onder jullie zullen de namen zeker niet zeggen. Emil van Broekhoven en Walter Mondman. Ik zeg altijd als ik iets van economie ken en dat is zeer doorwaard. Dan is het dankzij die 2 mensen. En toen ik in het begin van de jaren 90 mijn eerste termijn deed als hoofdredacteur, dan kregen we een periode waarbij de ene economie, de Nobelprijs-economie, na de andere toegewezen werd aan economen van de University of Chicago. Ik heb een beetje van het onderwerp ontvangen. Het was toen werkelijk, als ik me nog goed herinner. Op 7 jaar tijd, 6 keer de windmolen over Chicago. En trouwens, de University of Chicago is vandaag nog een straat oorsprong die nu nog tegen te zetten. Kort houden wat betreft het aantal Nobelprijswinnaars. Van Broekhoven en Mondman hebben mij toen op pad gezet, gewoon met de slogan, dat ze kenden bij de Chicago vrij goed. Van Broekhoven dat ze zelfs een 2 jaar assistentprofessor geweest. Dat is geen toeval. Dat de universiteit op het vlak van economisch onderzoek zo uitbrengt. Wat het dan exact was, dat wisten ze ook niet. Maar het was geen toeval. Dus ik heb het dan op mij genomen om dat te gaan proberen te achterhalen. Wat gemaakt heeft dat ik gedurende bijna 10 jaar, 7, 8 jaar, zowel al mijn vrije tijd geïnvesteerd heb in het over mijn dus voor andere in Chicago. En in het enerzijds tot mij nemen van een briljant volgende boek en
het gaan spreken met iedereen die nog van dicht of van bij of van ver wat te maken had met die Chicago School. Dat heeft mij bijvoorbeeld ook 3 keer tot bij onze vrienden gebracht, die toen al wel in San Francisco was, maar die mij ook uitgebreid te woord is gehouden. Volgens mij, niet alleen als journalist, maar ook als intellectueel, omdat een van de zeer de meest gekoesterde herinneringen die ik heb, is die gesprekken met vrienden. In alle nederigheid, wat mij betreft, is dat de meest charismatische man ook weer mee in straat voortkomt die ik ooit ontmoet. Er zijn weinig mensen die zo indruk maken, niet door een manier van doen of door veel shows, maar door de sterkte van hun inhoudelijke argumenten. En vooral de rechtlijnigheid waarmee je kan een aantal dingen analyseren en een ijzeren logica van R naar B. Daar doen allerhande geruchten over de ronde. Iemand als Paul Samuelson, toch ook niet de eerste, de beste onder de economen, ondertussen ook al wijzer, heeft me ooit gezegd: I think I'm as smart as Milton, but he's really so much faster. En dus het is echt een feit, een historisch gegeven. Toen Friedman zo tegen het einde van zijn tussen de 50 en de 60 was, was er eigenlijk niemand in de Verenigde Staten die nog bereid was om met hem te debatteren. Dat was gewoon onmogelijk. Die man was zo snel, zo rechtlijnig en zo intelligent. En zo vol met parate kennis over ook historische gebeurtenissen, dat als je het echt aandurfde om met hem de tekens te kruisen, dat over het algemeen voor u een negatieve zin voor de tekens van de bedrijf memorabele avond. Maar goed, wat is er dan speciaal aan Chicago? Ik maak altijd het onderscheid tussen wat ik noem de Chicago traditie en de Chicago school. Het is eigenlijk de Chicago-traditie die gelijk heeft tot de Chicago-school. En de Chicago-traditie bestaat voor mij, historisch gezien, uit een vijftal elementen. Die op het eerste gezicht, ik ben mij daarvan bewust, soms een beetje dun. Wat is dat argument, jullie? Ik kan jullie alleen zeggen dat het op basis van maandenlang, jarenlang, zowel met mensen van Chicago. Ik ben ook vandaag denk ik dat die vijf elementen echt wel heel bijzonder en vooral valabel zijn om aan te leggen waarom Chicago zo'n belangrijke school binnen het economisch denken wordt het is en vandaag nog altijd. We moeten nu wel een keer kunnen vertellen. Het eerste element van die Chicago is zeker beter van het niet heel veel. Als je in Chicago bent, en je woont bijvoorbeeld zondag voor middag door het gebouw van de business school, en krijg je een gif op, dan heb je minstens 20 mensen. Waar komt dat vandaan? Eigenlijk is dit een evidence die teruggaat tot de origine van deze universiteit, namelijk 1849. Tussen 1850 en 1880 hadden we in Chicago, dat we nadien zijn gaan noemen, de Old University in Chicago bestaan, die eigenlijk te Londen is gegaan, maar we waren toen wel ook enkele andere universiteiten in Chicago, zoals ook Noordwesten Universiteit, omwille van een gebrek aan kwaliteit. En toen de Baptist Community, de Universiteit van Chicago, is geboren vanuit de Lossen, Baptisten, die in de Midwest van de Verenigde Staten talrijk aanwezig zijn. Toen de Baptisten in Chicago dan met een nieuwe universiteit kwamen, en na veel gezeur, John Rockefeller, de grote Rockefeller, bereid om een voor die tijd in de Baptist was het voor iedereen duidelijk dat het een once in a lifetime chance was dat het nu absoluut moest lukken en dat het nu niet is. En is die work ethic die altijd, tot op de dag van vandaag,
heel gebeeldend is. Ik wil niets afdoen van de verdiensten van de universiteit als Stanford of Harvard. Maar zonder twijfel ook mensen, zowel van vrouwelijk als samenleving, die keihard worden. Maar het is nergens, daar ben ik absoluut van overtuigd, zo algemeen gesproken als in China. Het tweede element is academische excellentie. Je moet gewoon bewijzen dat je academisch belang hebt. En je merkt dat in Chicago onder meer, ik zou dat talloze voorbeelden kunnen maar aan de manier waarop ene doctoraat gegeven. Er is nog niet zo heel lang geleden een vrij grote discussie geweest in Chicago om een ene doctoraat in de politieke wetenschap, want dit overstijgt het economie, te geven aan Queen Elizabeth. Dat is niet doorgegaan om de noodervoudige reden, en dat is dat vrij snel overleed. Dat economic excellence of His Majesty the Queen iets wat te wensen over. Maar in het binnen het economisch is er in 1938 de voordracht van niemand minder dan John Maynard Keynes geweest, met eerder dokter aan de Universiteit van Chicago. En dat is na een iets langere en iets fellere discussie ook afgewezen, omdat men vond dat het werk van Keynes, dat is waar zeer valabel was, maar wel als journalistiek werk en niet als academisch economisch. Dus men is daar nogal rigoureus, om niet te zeggen fanatiek in Chicago. Derde element is de onderkenning van de relevantie van economie als wetenschap die iets te zeggen heeft over de maatschappij. Wat dat betreft is het idee dat Chicago, toen de New University of Chicago startte in 1890, dat is de eerste en op dat moment dat we de enige universiteit in de wereld die een onafhankelijk Department of Economics had. Corrigeer mezelf, Department of Political Economy. Alle andere universiteiten hadden op dat moment economiecursussen, of wat daar min of meer moet voor doorgaan, maar ondergedompeld in de departementen politieke wetenschap, filosofie of zelfs geschiedenis. Vierde element: alles in vraag stellen. Ik heb, geloof me, werksessies, workshops, wat ik zo raar nog even kan doen, meegemaakt, waar in de zaal 3 Nobelprijswinnaars economie zijn, waar iemand een presentatie heeft, waar een van de Nobelprijswinnaars zich duidelijk verkeerd tegen de wereld die er is. Ik heb zeer veel van de Universiteit of Nederland. En waar iemand van de assistenten van de Universiteit of Chicago het openlijk opnam tegen de Nobelprijswinnaars, omdat hij vond dat hij zonder kapot, zonder schroom, zonder vrees voor die zou mij wel eens bespreken in mijn carrière. Nee, dat is standaard als je gaat. Ik heb ook in een andere sessie meegemaakt dat de Nobelprijswinnaar gewoon van heel de zaal liep op stukken over zijn wens niet meer. Dat men vond dat dat absoluut not useful theory or admissible. En dat is typisch voor Chicago. De workshops zijn keihard, harde bedoelingen. Nobody gets better by telling him that he's doing a good work, or he's doing a lousy job. Dat is echt typisch Chicago. En er zijn bijvoorbeeld iemand als Paul Krugman, dat is van begin dat hij eigenlijk van Chicago een seminar te hebben. I don't like to defend my work amidst the shark attacks and the world improvement. Maar dat is wel wat je denkt, al kan men het soms wel heel verraken. George Stigler, een naam die een aantal van jullie zeker kennen, de generatiegenoot van Friedman, de man die eigenlijk de Chicago School, waar ik het zo dadelijk al heb meegemaakt, die heeft het ooit bestaan om het volgende te doen. Hij had de workshop van Industrial Organization, een seminarie kwam hier, dat was James Murphy van Oxford University, een man die trouwens aan de Nobelprijs. En Stigler,
die tussen haakjes 2 meter groot was. Die leidde dus die workshop Release for Binnish, ik was dat wat nu zijn, echt zo lang. En we stonden in de video. En Burleys vraagt aan de Verenigde Staten, Mr. Stiegler, from where should I give my presentation? From before or behind the desk? Waarop Stiegler onderaan gezakt in zijn zetel tegen Burleys. My dear James, judging from the quality of your tape, you should give it from under the desk. Ik weet niet wat er geworden is van de presentatie, maar dat was. Stiegler was een bijzonder cynische gast. Die heel wat mensen gekraakt hebben, waar men in Chicago niet fier op is, maar die op een zeker niveau ook symptomatisch was voor de manier waarop men omging met de fierbeurt. En het merkwaardige tussen haakjes hier in Chicago is, waar wij als Europeanen hetzelfde als Falkman toch het wat moeilijk dat men er ook zeer ondubbelzinnig voor aankomt dat we are only in de goede diplomaten. Wij willen alleen de beste. En uit die beste gaan we dan de 5 family van spreken, quasi geniale studenten aanhalen en die tussen. Als je dat ziet, ja. Dat is een zeer elitaire sfeer, maar elitair gericht op kwaliteit. Als ze in Chicago ontdekken dat je de zoon of de dochter bent van twee buffers, totaal geen inkomen hebt, maar dat je een geniaal brein hebt voor economie, dan zal men je bierpakken, zal men je subsidiëren, dan zal men je. Ben je de zoon van Bill Clinton, die dat ook van een zwart bewijs van woord, en je bent een lichter, dan kom je in Chicago niet meer in de positie. En dan ten derde, en dat is natuurlijk ten vierde een element dat met het elektronische verhaal dat verloren is gegaan, maar ik heb bij de oudere mensen van Chicago een sterk isolatiegevoel, of een gevoel van isolatie. Je moet nu even de kaart van de Verenigde Staten innemen, de Oostkust, New York, Boston, eigenlijk twee grote universitaire centra. En de Westkust, San Francisco en LA. En daartussen is dat eigenlijk de grote leegte. Behalve daar van boven in het noordwesten, Chicago. En Chicago heeft zich eigenlijk altijd geïsoleerd tussen die Oostkust en die Westkust. En heeft eigenlijk zo in een soort van primaire verdelingsreflex gaat tegen dat isolationisme ook zo wat gaat tussen. Wij weten, wij vechten onder elkaar. Een keiharde spijt dat we onder de beste te zijn, maar dat zijn we ook de beste. En veel beter dan aan die twee kusten. Maar dat is natuurlijk vandaag met de snelheid waarmee we weten, en analyses en inzichten over het leven gaan, is dat natuurlijk een relatief iets geworden, maar dat toch nog altijd een beetje. Dat is de Chicago-traditie, zoals ik ze heb menen te kunnen detecteren. Dat is een enorm diepgewortelde en ook vandaag nog altijd aanwezige fanatieke werkethiek, een absolute benadrukking van academische excellentie, een onderkennen en zwaar onderschrijven van de relevantie van economisch onderzoek naar maatschappelijk gebeuren toe, continu alles in vraag stellen, you're only as good as your last paper, en dat gevoel van isolatie dat zo te delen is voor Chicago tussen Oost en West. Uit die traditie is dan op een bepaald moment de Chicago School. Wat is de Chicago School? Voor de meesten is dat een fanatieke aanhanger van de vrije markt en de economie. Wat is voor mij de realiteit? Dat is de economische analyse van de Chicago School. Dat is het consequent toepassen van de prijstheorie. Wat leert de theorie van de relatieve prijzen over het menselijk gedrag? Friedman heeft mij verschillende keren gedaan. What I want to do is to discover why people do what they do. Waarom doen mensen wat ze doen? In Chicago is er altijd van uitgegaan dat de prijzen die in een economie tot stand komen, prijzen die soms in euro's of in dollars kunnen uitgevoerd,
maar dat ook niet. En de kost van vrije tijd staat u niet direct op het plakkaatje aan uw voordeur of aan uw bureau, dat dat zo is. Maar als u bepaalde beslissingen neemt over weg in vrije tijd, sporten in vrije tijd, sporten in werk, dan hebt u relatieve kostprijzen. Ook al zal u misschien niet in die termen denken, maar dat is zo de oefening die u doet, zo zegt men in China. Prijstheorie, relatief eenvoudige economische modellen. Je gaat in de papers en de boeken van mensen als Friedman en Stigler en al diegenen die met hen gewerkt hebben, vinden geregeld wiskundige formules tussen, maar vinden geen ellenlange wiskundige afleidingen waar het uiteindelijk een katajongen in moet. Dat was voor die mensen aan hun dozen, keep it simple, zodanig dat je een simpel model kan proberen een belangrijkste voor de realiteit om te begrijpen. En dan de tweede, en dat wordt vaak, om niet te zeggen van altijd, over het hoofd gezien voor de mensen die het over Chicago economie hebben, empirical evidence. Theorie om de theorie was en is in Chicago aangeboden. Als je met een nieuwsgierige theorie komt, moet je dat ook kunnen onderbouwen uit de cijfers, uit de beschikbare cijfers. En het is die combinatie, het rigoureus toepassen van de theorie van de relatieve prijzen, die volgens de economen en de universiteit eigenlijk vrij goed uitgewerkt, in combinatie met de noodzaak van de economie. Dat is voor mij de essentie van Chicago-economie. En het is de toepassing van die principes die leidt tot het geloof in de vrije markt als beste allocator van schaarse middelen binnen de maatschappij. En niet omgekeerd. Ik heb menige discussie in Chicago meegemaakt waarbij een klassiek vrije markt discours dat cijfermatig niet echt onderbouwd werd, aanleiding gaf tot tafelvullende, ook meer filosofische discussies over de waarde van de vrije markt, voor wat dat specifieke onderwerp heeft. Het is trouwens altijd tussen haakjes een traditie geweest in Chicago om de beste mensen, of toch minstens meer dan de beste mensen, die kritiek uitoefenen op het Chicago-model in huis te nemen. Toen de Universiteit van Chicago opgericht werd, dus met geld van John D. Rockefeller, was de eerste beslissing die de eerste decaan John Loftin aan het departement economie nam, was om Torstein Veblen naar Chicago te gaan. Torstein Veblen was eigenlijk een halve econoom, halve socioloog, wiens bête noire John Rockefeller was. Die hij uitschold voor rotte vis en nog erger. Die hij beladen met alle zonde Israëls en nog veel meer. Maar Loftin's stelling was heel eenvoudig. That's the one we need to keep us away. En Veblen, ondanks de liederlijke levensstijl waar nu mijn boek een paar pittige details over geeft, is 16 jaar lang in Chicago gebleven. Is ongebreideld verder kunnen gaan met het bekritiseren van vrije marktkapitalisme. We hebben ook genadeloos bestreden door een aantal van de mede-economen. Maar dat maakte dat Chicago dat ook al een van de meest levendige discussie-universiteiten van de Verenigde Staten. Kort na de Tweede Wereldoorlog is er nog een vriendman die in Chicago gestudeerd had en dan een kleine verwerking naar diverse andere universiteiten gemaakt heeft teruggekomen naar Chicago. Theodor Schultz was op dat moment voorzitter van het departement. Het eerste wat hij deed was Friedman terughalen. En het tweede wat hij deed was de meest vooraanstaande Amerikaanse Keynesiaan, dus de aanhanger van de leer van Keynes, Lloyd Meltzer, bracht hij ook naar Chicago. Friedman en Meltzer hebben heroïsche debatten uitgevochten in de workshops en op andere gelegenheden. Maar Meltzer is tot aan zijn dood in Chicago. En vandaag, daar straks waarschijnlijk nog wel over hebben, Chicago is de bakermat van de efficient market theory. Financiële markten werken efficiënt en komen altijd op productieve oplossingen. Pharma, Miller en die mensen. Wel nu, 15 jaar geleden, heeft men Richard Thaler naar Chicago gehaald. De grote criticus op dat model van de Burf
perfectly worked in financial markets. Dat is echt een traditie in Chicago die door de criticasters van Chicago. Ik ben de eerste om te zeggen dat zeker kritiek kan aangeboden worden op Chicago, maar dat zij monotoon zijn, dat zij geen kritiek voorlaten, is absoluut flauwekul. Ze hebben een hele traditie waaruit je duidelijk kan afleiden dat ze er net op aansturen om sterke, geen gratuite, sterke dissidente figuren, om die niet alleen te kosten, maar om die ook te kosten. Die Chicago School, die vandaag belicht wordt door mensen als Gary Becker, Kevin Murphy en Stephen Levitt. Stephen Levitt zal jullie misschien ook kunnen zeggen als ik auteur van de Stephen Levitt, dat is eigenlijk een van de jonge sterren vandaag in het departement economie in Chicago. En bijzonder aangenaam. Nu, ik neem de vrijheid om voor wat betreft de relevantie van Chicago vandaag de nadruk te leggen op het erfgoed van Milton Friedman. Niet alleen omdat mijn volgende boek dat binnen 2 maanden verschijnt over Friedman, maar ook omdat de aanleiding voor het boek binnen 2 maanden exact in het jaar zou begonnen zijn. En ook herbeleren waarom men Friedman de mogelijk leren als centrum van het bestand van de uiteenzetting te verdienen, dat hij toch wel kan krijgen om de financiële vandaag te maken, dat hij ons daar zeer goede lessen voor geleerd heeft, maar dat we vandaag ook moeten vaststellen dat het heel goed fout is. Daar zou ik nu wel een hebben. Sinds een history. A Monetary History of the United States, een boek dat Friedman in 1962, 50 jaar geleden, publiceerde samen met Anna Schwartz, hebben we eigenlijk het geheim van de Grote Depressie van de jaren 30 ontdekt. De Grote Depressie had als depressie weinig te maken met de crash van de aandelenbeurs in 1929, had weinig te maken met het protectionisme, dat veel kwaad heeft, dat kwam met de depressie of veel. Had heel veel te maken met een compleet mistrouwen van het monetair beleid van eerst de Verenigde Staten en daarna ook Europese landen als Duitsland. Dat is door Friedman en Schwartz op een zeer toegankelijke manier voor iedereen leesbaar, gedocumenteerd in Monetary History of the United States. En ik meen dat echt als ik zeg dat we eigenlijk met z'n allen zeer blij mogen zijn dat in 2007, 2008 de grootste evendaagse kennis van de grote depressie. Trouwens ook is een geweldige bewondering voor het werk van Friedman, nooit onder stoelen of banken gesproken heeft, van het hoofdstond van de Amerikaanse, en vandaag nog altijd staan, van de Amerikaanse centrale bank, namelijk Ben Bernanke. Want Bernanke heeft heroïsche dingen gedaan. Daar blijf ik bij. In 2008, september 2008, Lehman Brothers, AIG, nog vele andere elkaar snel opvolgende gebeurtenissen, waaronder onder meer het Fortis-debacle hier in België, maakte dat in het laatste kwartaal van 2008, in het eerste kwartaal van 2009, de hele wereldeconomie aan een veel sneller tempo de diepe dan ooit het geval is geweest tijdens de grote depressie van de jaren 90. Die 2 kwartalen, als je daar vandaag rustig naar kijkt, naar die cijfers, dan krijg je nog zwange oortjes gevolgen en wel moeten dat wachten. Dan krijg je nog het gevoel, daar zijn we echt wel aan iets ontsnapt. En dat is de verdienste, dat blijf ik bij, vooral van Ben Bernanke, die als econoom de grote depressie zeer uitgebreid, onder meer voortwerking op het basiswerk van Friedman bestudeerd heeft en tot de conclusie kwam dat we voor een situatie stonden waar een complete meltdown in de financiële markten zou leiden tot een echte ineenstorting van
van de economie, iets wat we dus later duidelijk zijn, niet meegemaakt. We hebben een kortstondige, heftige geval gezien, die echter merkwaardig snel gestopt is. En in die stop heeft Bernanke een absoluut cruciale rol gespeeld. Ik geef één voorbeeld om dat te illustreren. In tegenstelling tot Europa spelen de banken eigenlijk nog een zeer beperkte rol in de Verenigde Staten in de financiering van bedrijfsleven. In Europa zorgen de banken ongeveer voor 80% van de financiële behoeften van de bedrijven. In de Verenigde Staten is dat niet eens 20%. Hoe doen de bedrijven dat dan? De bedrijven gaan rechtstreeks naar de markten, de financiële markten. En je hebt in de Verenigde Staten een enorme markt, wat men noemt de commercial paper. Daar gaan bedrijven naartoe, die bijvoorbeeld in orde van hun bedrijfskapitaal, stocks, klantenfinanciering, geld kopen. En die kunnen daar via de brokers papier uitgeven, 6 maanden of jaar, 2 jaar, waar in functie van het risico een bepaalde rente op de kracht komt. En waar zo ook die bedrijven dan aan hun geld, daar waar we dat in Europa klassiek doen, via vastgoeding of via vastgoedstof of vastgoed. Nu, wat gebeurde er in 2008? Onder meer die markt van dat commercial paper, die droogde letterlijk op een paar dagen volledig op. Die bestond gewoon niet. Er was geen interesse meer voor. Iedereen had zo'n schrik. Er was zo'n enorme risicoagressie dat zelfs die van bedrijven als Coca-Cola of Monsanto er nauwelijks nooit nog accepteerde. Dat betekende dus dat een ganse rest van bedrijven, als er niet ingegrepen, zou je geconfronteerd worden met het punt dat vandaag op 16 april papier aan rato van, ik zeg maar, wat $1 miljoen zou vervallen, zouden daar misschien nog $500 miljoen of $500 miljoen terug van worden en niemand was dan bereid wat in de volgende. Dus dat zou een avalanche van faillissementen met zich meegebracht hebben die de situatie alle jaren absoluut en heel snel in het leven zou worden. Bernanke is daarin gestapt, heeft hij in plaats gesteld van die markt en heeft die financiering verzorgd. Exact wat Friedman zou geadviseerd hebben. Want wat was het grote probleem in de jaren 30? Dat de banken, die toen ook in de Verenigde Staten een veel centrale rol speelden dan dat ze dat nu nog deden, bij Bosjes failliet gingen, waardoor kredieten opgeëist werden en deposito's vernietigd werden. En dus de geldvoorraad in de economie zwong als sneeuw voor de zon, waardoor een kettingreactie ontstond. Bedrijven die failliet gingen, mensen die hun job verloren, nog meer banken die in de problemen kwamen, etcetera. Dat is de dynamiek van de grote depressie geweest. Dat is de dynamiek die Friedman blootgelegd heeft. En de dynamiek die Bernanke begrepen heeft, op basis daarvan gehandeld heeft, met hoe relatief dat zoiets ook klinkt in de omstandigheden van de voorbije 4, 5 jaar. Schitterende resultaten.